Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over dat de mensen om jou heen een spiegel zijn voor wat jij nog in jezelf mag helen en waar jij jezelf nog verder kan ontwikkelen. Het klinkt misschien een beetje vreemd dat mensen een spiegel voor jou kunnen zijn. In principe is het zo dat alles in jouw leven, wat jij aantrekt, of dat nou positief is of negatief, dat was eerst een gedachte bij jouzelf. Hè? Je ziet het als actie-reactie. Hè? Je moet eerst wat doen voor er wat gebeurt. Dat is ook zo met gedachtes en met dingen die in jouw werkelijkheid zitten. Alles wat jij meemaakt of wat je doet, dat is eerst een gedachte geweest. Hè, misschien heb jij ook een mooie telefoon gekocht onlangs. Dan is dat eerst een gedachte geweest van jouzelf, waarbij jij dacht, hey, ik heb een nieuwe telefoon nodig. En daaruit kwam de actie naar voren dat jij je bent gaan oriënteren op welk toestel je wil, welke dingen jij belangrijk vindt, waar je hem het beste kunt kopen of je je huidige abonnement wil verlengen en zo voort. En uiteindelijk resulteert dat in de bestelling van een nieuwe telefoon en krijg je die thuis geleverd of ga je hem op in de winkel en ga je er iets mee doen. Zo is het eigenlijk ook met andere dingen om jou heen. Hè? Alles wat jij aantrekt heb jij eerst gemanifesteerd door middel van een gedachte. En dat is dus niet alleen de dingen die jij heel graag wilt en die jij heel erg leuk vindt, maar ook de dingen waar je misschien minder blij van wordt. En sommige situaties mag jij een les uitleren, zodat jij jezelf verder kunt ontwikkelen. Zodat je jezelf naar de next level kan brengen. Sommige situaties zul je telkens tegenkomen. Stel bijvoorbeeld op je werk kun je hebben dat je je soms onbegrepen voelt als je iets tegen een collega zegt en je denkt dat je op dezelfde level zit, maar uiteindelijk is het resultaat wat diegene oplevert iets heel anders dan wat jij voor ogen had. Weet je, dan ga je aan jezelf twijfelen. Heb ik dit wel goed gedaan? Ligt het aan mij? Heeft die ander niet geluisterd? Hebben we het dan zo vreemd naar elkaar met elkaar gesproken? Hè? Waarom heeft hij het over B en ik het over A? En hoe kan dat? Weet je, als zulke soort dingen vaak voorkomen en ook met verschillende mensen, dan kan het zijn dat je daar heel onzeker wordt van jezelf. Maar in principe is het niets meer en niet minder dan een actie die werkelijkheid is geworden door de gedachten die je in het verleden gehad hebt. Dus misschien heb je in het verleden gedachten gehad van niemand begrijpt mij of ik ben alleen op deze wereld. Of ik kan niet goed omgaan in groepen. En daar kan uit voortkomen dat je dus telkens je onbegrepen voelt. En dat je een muur hebt waar die ander misschien niet doorheen komt. Of waar je zelf niet doorheen komt. En waardoor je gewoon echt last kan ondervinden van onbegrepen voelen in bepaalde gesprekken. En als je daar last van hebt, dan kun je, als het een situatie is die vaak terugkomt of die meerdere keren terugkomt, dan kun je met jezelf jezelf een aantal vragen stellen. Vragen waarom het komt. Omdat als je die situatie heelt, dus een van bijvoorbeeld die eerdere drie gedachten die ik noemde, als je die voor jezelf heelt en de bronoorzaak daarvan weghaalt, dus zorgt dat het niet meer voorkomt, dan zul je ook die situaties niet meer aantrekken. Dan ben je een stapje gegroeid in jouw ontwikkeling en dan zul je merken dat dingen veel soepeler gaan in de communicatie en dat je je niet meer onbegrepen voelt door anderen, maar dat je juist perfect op één level zit. Voorbeelden voor vragen die je in deze situatie kunt vragen zijn bijvoorbeeld, hoe komt het dat ik me telkens onbegrepen voel? Wat zit daarachter? En in welke situaties heb ik hier telkens last van? Hoe komt dat misverstand? En is er misschien een patroon die ik hierin kan ontdekken voor de situaties waarin het voorkomt en voor de dingen waarin het voorkomt? En welke stappen kan ik voor mezelf nemen om te zorgen dat ik niet meer in deze situatie kom? Ga voor jezelf terug. Probeer het in ieder geval om terug te gaan naar de bronoorzaak. Hè? Hoe komt het dat ik dit telkens aantrek? Welke gedachten over mezelf heb ik? Even een slokje drink nemen. Welke gedachten over mezelf heb ik die mij tegenhoudt om goed en juist te communiceren op de manier waarop ik wil? En als je daarnaar gaat kijken,
als je dat verder gaat ontwikkelen, dan zul je zien dat je dingen echt met veel meer gemak kunt doen en dat je er geen last meer van hebt. Weet je, hou jezelf die spiegel voor. Het ligt niet altijd aan de ander. Het kan ook bij jezelf liggen. En dat het een kleine positief iets is om jezelf verder te ontwikkelen. Dus probeer daarmee aan de slag te gaan voor jezelf. Mocht je er niet uitkomen of mocht je er vragen over hebben, dan kun je via mijn website ook altijd een coaching sessie inplannen. En dan gaan we er samen naar kijken en dan gaan we het voor je oplossen. Zodat je er in de toekomst geen hinder meer van ondervindt.